strenge veiligheidsmaatregelen bij de rechtbank in Antwerpen. Het proces mag niet via de media gevoerd worden en dus hebben de advocaten een spreekverbod. Het proces tegen Sharia for Belgium is tegelijk ook het proces van de geestelijke leider Fouad Belkacem. Wou hij de democratie in dit land met geweld omverwerpen en stuurde hij tientallen jongeren naar Syrië. De reporter maakt kennis met de toen 28-jarige man afkomstig uit Boom. Wat is de doelstelling? Elke vereniging, elke organisatie heeft een streven. De doelstelling is uiteindelijk om in alle vrede de sharia te implementeren in België en in België een harmonieuze islamitische staat te maken. Dat is eigenlijk het doel. En natuurlijk later, na België, sorry dat ik u heb onderbroken, later natuurlijk overgaan naar Nederland, Frankrijk, Luxemburg. En de main goal is het Witte Huis. Dus de zwarte vlag moet in het Witte Huis. Meneer Belkacem, wat verwacht u van... Geen commentaar, doe gewoon een beetje normaal, geen commentaar. In mei 2011 haalt Belkacem weer het nieuws met zijn uitspraak dat de dood van Vlaams Belang politica Marie-Rose Morel een straf van God is. Hij heeft haar bestraft met kanker. En haar goed laten lijden met kanker. En daarna heeft hij haar gegooid in het vuilnisbelt van de... Dit is democratie, beste broeders en zusters. Dit is wat er gebeurt met de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dit zijn geen beelden van Palestina, of beelden van Abu Ghraib, of beelden van Bahram in Afghanistan. Maar dit zijn beelden van hier in Brussel. Dit zijn beelden van hier in Brussel. Deze kledij werden niet teruggevonden op een boot of in een zak die terugkwam van Gaza. Maar in het hartje van Brussel, beste broeders en zusters, wat doen jullie?